We zijn klaar voor de toekomst. We hebben nieuwe tenues. En omdat het samenwerkingsteam West-Friesia Dingelaar niet zo mooi klinkt langs het veld, gaan we voortaan Hup en Huizen roepen. Buren en over samenwerking wordt eigenlijk al jaren gesproken. Dan heb ik het natuurlijk over West-Friesia en Lindewa Uitenkuizen. Ja, de dames en meisjesteams van deze twee clubs die waren al voor in het derde seizoen van hun samenwerking, maar vandaag gaat het bekroond worden met een echt samenwerkingstenue. Een nieuw logo en nieuwe kleuren. Ja, net als de tenue-presentatie geweest. Hoe was het? Heel enthousiast bezocht in ieder geval al. En heel enthousiast ontvangen. Het tenue, ja. Ja, ik ben even brutaal geweest. Ik heb hem gewoon aangetrokken. Ik zie de kleur blauw. Waar komt dat vandaan? Nou, de kleuren van West-Friesia en Lindewa zijn natuurlijk rood en geel, oranje en groen. We wilden die kleuren absoluut niet gebruiken om niemand teleur te stellen. En we hadden bedacht, we wonen allemaal aan het water en we gaan voor de kleur blauw. En ik zie ook een geel-oranje kleur. Waar komt dat vandaan? We wilden er een kleur bij. Daar zijn we mee aan het stoeien geweest. Wat dan het mooiste zou zijn. Zeker als je de kleuren van West-Friesia en Lindewa er niet in wil. En uiteindelijk hebben we bedacht, we doen oranje en geel. Gaan we net zo lang mengen tot er een mooie kleur ontstaat die goed is voor de club. Nou, volgens mij is dat heel mooi gelukt. Ik zie ook een nieuw logo, want de West-Friesia logo en Lindewa logo zijn niet meer op het shirt te zien. Ja, we zijn begonnen 2,5 jaar geleden met de samenwerking. En toen heette het samenwerkingsteam West-Friesia Lindewa. Dat roept heel lastig langs het veld om aan te moedigen. En we wilden nu verder doorgaan met Enkhuizen. Guido Meester heeft het logo ontworpen. Geïnspireerd door het logo van Juventus. En dan een beetje kunstzinnig neergezet als een vis of de vorm van de vesting. Een vishaakje, omdat dat toch allemaal te maken heeft met de geschiedenis van Enkhuizen. Een oog van, van de vis of een bal kan je erin zien. Dus een creatief ontwerp. Ja. Zeker. En vanaf wanneer gaan de teams deze shirts dragen? 18 januari zijn de eerste wedstrijden van de voorjaarscompetitie. En vanaf dan zijn alle teams in het nieuw. Kijk, nou dat is in ieder geval een heel mooi vooruitzicht. Dan zien we hier iedereen op de velden een mooie blauw nieuw t-shirt.